Ik ontdekte het scheepsjournaal van kapitein Ortega in een klooster dat uitkijkt over de zee. In de ochtend van de 16e februari 1634 legde Ortega zijn schip voor anker achter een koraalrif. Dezelfde nacht nog werd hij aangevallen door piraten. Het in brand geschoten schip zonk op de zeebodem. 10 dagen later werd de kapitein half bewusteloos op het strand gevonden, het scheepsjournaal nog in de armen geklemd. Hij beschreef daarin een wereld van kleine onderwaterwezens, niet veel groter dan zijn duim. Niemand geloofde hem, maar weet je, ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn. Toe ga mee naar Snorkeland in de diepe zee. En beleef de avonturen van de snorkels mee. Als Dimmy en ik allebei winnen, dan staan we gelijk. Je kan het best, Dimmy. Ik weet het zeker. Nog een stukje hoger, Dimmertje. Dan beginnen we nu met de snorksprong. Haal die halter even weg. Jij bent te moe, Dimmy. Ik doe het wel. Huh? Oh. Daar hebben we meneer Nulstar. Eerst win ik even met Snorletiek en dan nodig ik je uit op mijn overwinnaarsfeestje. Dan kunnen we de verliezer uitlachen. Jouw mond is veel te groot, Junior. Als je nou eens naar jezelf keek. Jou af, Alstar. Als je wint, zijn we kampioen. Ik doe mijn best. Oh, ja! Ja! Oh. 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 Geluk, Junior. Heb ik niet nodig. Ik heb talent. Laat me los. Junior heeft gelijk. Dat moet je kunnen. Als je het zo niet redt, speel dan vals. Wat een sprong. Dat kan haast niet. Ik vlieg als een vogel. Oh. Ah. Oh, ik wil terug. Kom mee. Dat is Junior, daar in die mossel. Schiet op, het is zo mosselig hier. Ik heb gewonnen. Niks hoor, Alster. Jij bent gedisqualificeerd. Volgende keer beter, Junior. Oh, ik zal ze leren lachen. Een nathals wordt niet kwaad. Hij wordt woedend. Laat me los, laat me los. Junior, wat heb je daarin? Zou je wel willen weten, hè? Daar kom je wel achter. Achter. Eindelijk. Ah, wil er soms nog iemand thee? Nu niet, oom Galjoen, maar kunt u mij helpen met mijn uitvinding? Ja, natuurlijk. Laat maar eens kijken. Wat je zegt, Toeter, het lijkt wel op een blaasvis. Daarom noem ik het Project Blaasvis. Ik ben van plan het de droge ruimte in te gaan sturen. Maar daar past toch niemand in? Nee, dat klopt, Dimmy. Het is niet berekend op passagiers. Het verzamelt gegevens van de droge ruimte en brengt ze terug naar Snorkelland. En dan kunnen wij ze bestuderen. Wanneer doen we, oom Galjoen?
Kijk, het zit zo dat de gouverneur het niet mag weten. Ik stel voor morgenochtend vroeg, als iedereen in Snorkeland nog slaapt, van de hoge rand bij het westeinde. 5, 4, 3, 2, 1, start! Oh, zou het echt iets vinden? Weet je zeker dat hij terugkeert? Nou, zoals oom Galjoen zegt, wat omhoog gaat, valt omlaag. Junior! Wat kom jij hier doen? Ja! Zo, een heerlijke ochtend. Ik kom het uitzicht bewonderen. Heb jij wat gezien? Ik? Nee, er was niks te zien. Oh. Alleen project Blaasvis. Huh? Het zal mijn vader, de gouverneur, wel heel erg interesseren. Hoe kan hij dat weten? Misschien heeft hij het geraden. Volgens mij is project Blaasvis zo lek als een mandje. Wat? Schrok, Timmy? Luister goed. Ik wil er zeker van zijn dat we vanavond winnen. Junior moet op zijn nummer gezet worden. Met mijn plan is er geen kans dat we verliezen. Nee, Okkie, jij niet. Mijn geheime plan heet de snorkelstandbeeldtruc. Kijk, Kitty heeft een tekening gemaakt. Hier trek ik me terug, Dimmy gaat eromheen. En dan gaan we. Snorkelstandbeeldtruc. Kom op! Hoe voelt het om te verliezen, Nulstaar? Geen idee, Junior. Leg jij dat maar eens uit. De strijd is gestreden. Junior's ploeg wint. Junior Nathals had die truc goddor. Ik let meer op gedachten lezen. Ik wil best verliezen, maar dan niet van Junior. Als Junior alles afwist van de snorkelstandbeeldtruc en project Blaasvis, dan zijn we verraden. Maar wie is die verrader? Nou, ik heb hem niks verteld. En jullie zeggen ook al dat je hem niks verteld hebt. En Toeter kan het ook niet vertellen. Dus blijft de vraag: wie is de verrader? Niemand wist het, alleen wij. Mogen oom Galjoen niet teleurstellen. Als Junior achter de terugkeer van de blaasvis komt, dan krijgen we grote moeilijkheden. Bedoel je de aankomst van de blaasvis? Shh. Over een uur dan gaan we naar het lab van oom Galjoen. Denk erom, niemand mag er iets van weten. En vooral niet Junior. Wij nathalsen zijn altijd grote sportslui geweest, zo. Squaak! Polly wil een zeewiercookie. Squaak! Rustig, Polly. Vertel me wat je weet. Squaak! Blaasvis, komt weer terug. Squaak! Galjoen slap. Junior niet zeggen. Squaak! Squaak! Junior, begrijp ik goed dat jij je papegaaivis hebt gebruikt als vuile geit, vuile guiten, vuile als spion? Ja, maar... Had ik dat maar bedacht. Zo ben ik achter Alstars geheime uitvinding gekomen. Polly zegt dat de blaasvis weer terugkomt. Wist ik nog maar precies wanneer dat ding terugkomt. Zo beter daad betrappen. En voor altijd een eind maken aan die gevaarlijke spelletjes. Ga naar Galjoens huis, Polly. Ga spioneren. Squaak! Die bedweter Alstar komt in grote moeilijkheden. En ik, Junior Nathals, ik word een held. Als al mijn berekeningen goed zijn, komt de blaasvis om precies. Ogenblikje, oom Galjoen. Vertel het ons maar niet. Juist, tot dusver hebben we niets geheim kunnen houden. Denk je dat een van ons klikt? Onzin. Daar moet een andere verklaring voor zijn. Jullie zijn eerlijke jonge snorkels. Ik vertrouw jullie stuk voor stuk. Oh, weet je waar ik nou zin in zou hebben? Het spijt me, Demi. Ik heb alleen nog maar een paar oudbakken zeewierkoekjes. Alsjeblieft, Demi. Smaak! Polly wil een zeewierkoekje! Oh, wat leuk! Een papegaaivis. Geef hem een koekje, dokter Galjoen. Squaak! Spioneer Alstar! Squaak! Blaasvis terug! Ik, Junior Nathals! Held! Squaak! Maar nu wordt het duidelijk. Ik heb die papegaaivis al eerder gezien. Zie je, ik wist wel dat er een uitleg voor was. Oh, als
als ik Junior te pakken krijg. Stop, ik heb een beter idee. Luister. Als ik Polly, daar is even een cookie. Vooruitgevend te eten. Vooruit, Polly, vertel het maar. Squaak, blaasvis komt aan. Squaak, in het veld. In het veld. Squaak, morgen. Squaak. Prachtig. We verstoppen ons bij het inktveld en nemen ze te pakken. Oh, mijn zoon, je brengt het als dat gouverneur. Oh, bedankt, pa. De blaasvis landt precies waar oom Galjoen gezegd had. We hebben Junior gevonden. Een fantastisch idee van je, Alstar. Om die papegaai de verkeerde plaats op te geven. Ik vraag me af hoe het met Junior en de gouverneur gaat daar op het inktveld. Verdomd, stil blijven zitten. Die inktvissen zijn nu gevoelig. Squaak! Junior gevolgd! Squaak! Prima landing! Squaak! Jersey! Weet je wat dit betekent, Junior? Nee. Wat, pa? Een jaar lang geen zakgeld!